Een grote schok voor onze gemeenschap. Verdriet en ongeloof op het Strabrecht College. Medewerkers, leerlingen en ouders werden donderdag opgeschrikt door een groot busongeluk in het Franse Calais. Leerlingen van MAVO 3 waren op weg voor een schoolreis naar Londen toen het misging. De bus klapte op een vrachtwagen. 11 leerlingen, 5 begeleiders en de chauffeur raakten gewond. Waaronder een aantal ernstig. Dat was een enorme schok. Ja, dat is, onwezenlijk als je het hoort. Dat doet je wat, want die kinderen waren allemaal vol enthousiasme midden in de nacht vertrokken naar die excursie waar ze al heel lang naartoe keken. En dat zoiets ernstigs gebeurt, is vreselijk. Een van de slachtoffers is de 15-jarige Fiebe Kanters. Ze raakte licht gewond. Haar vader wist niet wat hij meemaakte toen hij het nieuws hoorde. Tussen 4:15 werden we gebeld. Werd een beetje ongelukkig aangenomen, dus werd nog een keer teruggebeld en dan hoor je eigenlijk heel veel paniek, schreeuwende kinderen, klasgenootjes en lotgenoten die in een chaos situatie eigenlijk in het donker nog op een snelweg staan met een half uit elkaar gereten bus. Dat is heel naar. Dat moet wel heel veel impact op haar geest maken. Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Volgens Franse media zou de truckchauffeur in slaap zijn gevallen. Wat de oorzaak ook is, bij leerlingen van het Strabrecht College is de klap hard aangekomen. Niet iedereen was zo vrolijk en heel veel, je weet natuurlijk niet zo goed wat er aan de hand is allemaal. En dat is gewoon erg moeilijk, want iedereen is helemaal benieuwd en zo. Het was al een beetje stil en het is niet dat mensen allemaal gingen schreeuwen en zo. Het was gewoon heel rustig op school. Wij zijn niet de hele dag op school geweest. Ik vond het zelf niet zo erg dat we niet waren, want het waren ook door de microfoons, door de school hoorde je ook allemaal dingen dat we niet naar buiten mochten en zo. Dus er was wel eigenlijk fijn een beetje afleiding om weg te zijn van school. Er wordt enorm meegeleefd, dat is duidelijk. En je bent met elkaar met z'n allen met één ding bezig en dat is dit hele nare, erge ongeluk. Men is geschokt. Men is echt geschokt. Het gaat om kinderen, het gaat om leerlingen, het gaat om onze mensen. En we hopen dat het op een goede manier ze zo snel mogelijk weer thuis komen zijn, kunnen zijn. Wij zouden vrijdag ook ergens naartoe gaan, maar daar is nou uitgevallen. Waar zou je naartoe gaan? Naar Brabant Water, maar dan zou je met de fiets gaan, maar alle uitstapjes gaan niet meer door. Alle leerlingen konden na een tijdje terugkeren naar Geldrop. 3 begeleiders liggen nog in het ziekenhuis in Frankrijk. Hun situatie is niet levensbedreigend. Een bustrip met scholieren naar Keulen heeft het Strabrecht afgeblazen. Ook het galafeest vrijdagavond wordt op een ingetogen manier gevierd.